Goedemiddag, we staan op het landgoed Groot Kiewisdal in Baren. En naast mij staat Miltiadis Kouzouris van HVA International. Miltiadis, jij bent CEO van deze onderneming. Dat is een private-owned company en die bestaat al meer dan 100 jaar. Vertel eens wat jullie doen. Ja, dank allereerst voor de uitnodiging. De HVA is een bedrijf dat opgericht werd in 1879. En wij doen activiteiten in de landbouw. We zetten projecten op in verschillende landen door de hele wereld. In Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië. Nu heb ik begrepen dat banken bijzonder geïnteresseerd zijn. Ook in jullie klanten in die zin. Dat ze af en toe wel eens wat vragen waarvan jullie dan zeggen van zijn dat nou wel intelligente vragen? Vertel daar eens meer over. Ja, nou, wij doen decennia lang zaken met allerlei landen. Nigeria, Rwanda, Tanzania, Vietnam enzovoorts. En met specifieke klanten ook. Wij bankieren met Nederlandse banken. En dan weten deze banken dat wij al die klanten hebben. En dan sinds een paar jaar begonnen steeds meer vragen te komen over steeds dezelfde klanten. En werden verzoeken bij ons gelegd van laat ons de facturen zien en jullie contracten. En stuur een cv van de klant en activiteiten van de klant. En dat werd een hele administratieve romslomp natuurlijk om steeds al die zaken aan te leveren. Waar we ook geen probleem voor hebben uiteraard. We worden graag gecontroleerd. Alleen het moet niet te veel van het goede worden. We werden wel 10 keer geïnterviewd over dezelfde zaken, waarbij het gewoon heel duidelijk ligt. Wij schrijven een factuur uit, we hebben contracten, we hebben alles laten zien. En dan steeds komen die vragen maar weer. En altijd onder de dreiging dat de bankrekening geblokkeerd zou worden als wij niet binnen een paar dagen reageren. Nou, dat vinden wij overdreven. Dat laatste is inderdaad opmerkelijk, want die dreiging om zomaar een bankrekening op te heffen is natuurlijk iets wat je als laatste zou mogen doen en moeten doen. Maar dat betekent dus dat je af en toe misschien best wel wat slapeloze nachten hebt, want stel dan een keer dat iemand dat echt doorzet, wat dan? Het is inderdaad zorgelijk, want het blokkeren van een bankrekening betekent dat je als bedrijf geen zaken meer kunt doen. Maar tegelijkertijd vinden we het ook overdreven, want je begint met dreigen als iemand niet meewerkt. Bijvoorbeeld de Belastingdienst zou een aanmaning sturen pas als iemand niet heeft betaald. Maar bij de eerste rekening zeggen ze, wilt u alstublieft betalen? Ja. Nou, de bank begint niet meteen met wilt u alstublieft de informatie overleggen, maar het is zo van, leg die informatie voor en anders gaan wij je rekening blokkeren. Nou, dat vinden wij echt overdreven inderdaad. Je gaat hier straks het een en ander vertellen als ervaringsdeskundige met betrekking tot de relatie tot banken. Ik zou zeggen succes en ik denk zeker dat er aandacht is voor jouw verhaal. Hartstikke bedankt.